ondertussen daar je kan? Dit stuk exact niet echt. Ik heb wel 10 jaar geleden daar op die school gezeten bij Marconiplein in de buurt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat komen. En wat verwacht je nog meer vandaag van de wandeling? Ik hoop soortgelijke verhalen. Ik kreeg net een koptelefoon op met een interview dus. En het lijkt me super leuk om op meer plekken te komen en dan ook die verhalen van die plekken te horen. En we gaan straks naar Verhaalke Elepand. Het is hier in de buurt. Ik ben benieuwd van deze week. En hoe vinden jullie het om onderdeel te zijn van de bijcollectie? Ja, heel erg leuk, omdat die verhalen zijn natuurlijk heel belangrijk om te vertellen. En daardoor leren we ook elkaar weer beter kennen. En als we circulair willen zijn, dan moeten we ook dat echt samen doen. Dus het is heel belangrijk om te weten wie de ander is. Wat vind je van de wandeling vandaag? Ja, leuk weer hoor. Om allemaal weer nieuwe mensen te verwelkomen op de tuin. Ja. En hoe reageren de wandelaars op het bezoek aan de voedseltuin? Ja, verrast dat ze dit... heel veel mensen, ook al wonen ze zo dichtbij, die kennen dit nog niet. En het is echt goed om ze naar deze kant te krijgen. En hoe vind je dat bij deze wandeling we MVH en Bospot de Tussendijken met elkaar verbinden? Er zit heel veel innovatie in MVH. En ik denk dat zeker een wijk als deze dat best wel goed kan gebruiken. Dus dat er echt wel kruisbestuiving, zeg maar, dat het heel, heel nuttig kan zijn voor elkaar. Dus ik vind dat heel leuk. Maar goed, ik hou heel erg van die crossover. Ik vind het zelf heel erg cool. Ja. Ik vind het leuk om muziekstijlen met elkaar te mengen en ik vind het leuk om als verschillende mensen bij elkaar komen, weet je. Hey, hi. Ik mag bruggen kromen. Ik vond het mooi, zoals altijd eigenlijk. Nu jouw eer. Ja, het is gewoon een goede artieste. En je voelt gewoon de connectie dat ze heeft met de wijk. En ze weet het eigenlijk heel goed te verwoorden. Ja. The buurtuin, the playground for the children, you might have seen it at the beginning, and the Mediterranean garden on top. En hoe vinden jullie het om onderdeel te zijn van de bijcollectie? Ja, mooi. We horen er ook echt bij, vind ik. Dus ik vind het ook leuk dat we een bordje hebben gekregen met een nummer erop. Dus, je voelt je meer verbonden met de wijk als je ook met andere dingen in de wijk bezig bent. Dus het is, ik voel mij zeer verbonden. Ik ben hier geboren, heel lang geleden. En ik ben heel lang niet meer in deze wijk gewoond, maar die buurtuin hier heeft er echt voor gezorgd dat ik mij beter ben gaan voelen en dat ik meer oog heb gekregen voor dingen in de wijk. En hoe vind je het dat in de verhalenwandeling we Bospot de Tussendijk en MVH met elkaar verbinden? Het is tijd. Ik ben ook vrijwilliger, gewoon een bollepandje en dan ook hier op het dakpark. En dat heel veel mensen eigenlijk, ja, dit niet kennen of vice versa, het bollepandje niet en ook de overkant niet. En ja, die verdeling mag er niet zijn. Dus dat gaan we ook weer gewoon voortzetten en blijven verbinden en weten wat er allemaal in de wijk is en dat er toegang is voor iedereen. Hoe vond je de verhalenwandeling vandaag? Ja, leuk om verschillende soorten mensen hier in Bouwkeet te hebben en ons verhaal te mogen vertellen. En hoe reageerden de wandelaars? Heel positief. Om hier op als laatste te komen, dus energie zat er nog goed in. Goede vragen. Heb je nog ideeën voor plekken of mensen waarvan jullie vinden die moeten ook onderdeel worden van de wijkcollectie? Wat vond je van de wandeling? Nou, ik vond het heel leuk. Vooral veel inspirerende verhalen en dat muziek was ook echt geweldig. Dat Keilcafé, ik wist niet eens dat daar dat was. En ik denk wel dat ik daar vaker ga, gewoon in mijn vrije tijd.